Nee, dat kan je hier niet zien. Hoe fuck. Nee! Ja! Ah, je loopt! Nee, maat! Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe GTA-video van ons. Vandaag ben ik weer met de enige echte Thomas. What up, what up? Oh, ik zie mensen rennen hier. Ja, de bedoeling is dat wij die mensen neer gaan schieten. We spelen namelijk Snipers vs. Ducks nummer 2, zo heet de map. En de bedoeling is dat wij de mensen hier neer gaan schieten. Daar hebben we al eentje. Hoho! Oh yes, jij snipt ook echt goed. Thank you. Oh, hit het. Noah, nummer 2! Dit heb ik echt nog nooit gehad zo goed. En no. Ja, zometeen gaan we side switchen en dan kijk. Oh, hij staat daar. Nou, dan gaan we gewoon voor de 3 kills. Hier staat hij toch nog of niet? Ja, dat ik zie die voetjes. Doei. Oh, ik zag ze niet. Pak hem! Rennen, jongen. Kom op. Ik ben of... Oh, ik mis. Oh, hij is reloaden. Je kan dadelijk daar, hè, bij de tweede container boven, kan je hem op zijn voeten schieten. Let maar op. Dat is heel smerig. Als je daar, moet je daar een stukje omhoog klimmen, dan kan je hem neerschieten. Zoom maar even in. Oké, netjes. Dan oh, je kunt echt zien. Ver inzoomen. Zie je dat gleufje? Ja. Kijk, daar staat hij ja, op. Ja, daar. Ah, die schoentjes. Ah, ik ga rennen. Yes! Ik heb ze gewoon alle drie. Lekker! En de bedoeling van deze game is dat wij dadelijk nu gaan rennen. Dus nu gaan wij... Oh, nu moeten wij rennen. Ja, nu moeten wij rennen. Ze worden omgewisseld en degene die het eerste 3 rondes wint, heeft gewonnen. En het mooie is, dat heb ik nog niet eens verteld, als jij heel de baan complete, dan liggen er boven wapens. Oh, dan mag je terugschieten. Dan mag je inderdaad terug gaan schieten. Maar is dat... Moet je ze dan ook killen of als je boven bent heb je gewoon gewonnen? Nee, je moet ze wel killen, want het is last man standing. Dus als je de round wil winnen, dan moet je echt ze killen. Maar zie je daar dat... Ja, jij gaat gewoon meteen rennen. Springen is ook handig om erbij te doen. Oh, fuck. Nee, niet, want ik werd gelijk. Nee, springen is niet handig. Nee, inderdaad. Au, ik ben hit het. Ja, ik ook al 1 keer. Oh. Ah, gewoon doorrennen. Oh. Nou, kijk. Doen we even een pauzentje. Nee, dat kan je hier niet zien. Oh, fuck. Nee! Ja! Ah, je loopt! Nee, maat! Ik liep er bijna af en jij doet het echt. Oh, wat erg. Oh, fuck man, ik word eraf gesnijd. Wat erg. Oh, wat erg. Ik heb er de kracht niet meer voor. Nee, dit is serieus echt slecht, jongen. Ja, dit was wel heel maar, slecht. Maar beter dan door... Oh ja, je kunt de cover, hè? Hoe dan? Oh ja, C, toch? Nee, Q. Q, dat zei ik. Maar nu, nou, deze gast is hier al een keer gehit. 1 keertje. Maar je ziet daar nog 2 dingen omhoog. Oh, ja, dat was 1 hit. Zie je dat? Als je nu omhoog kijkt, zie je dat die stopt. Daar kun je die wapens pakken. Ja. Wojo! Wat? Oh, ze hitten hem. Ja, maar volgens mij heeft die gast body armor gekocht of zo. Ja, heb ik ook. Maar die gast die schoot fucking snel. Vallen daar meerdere gasten tegelijk. Oh, ik neem aan. Er zullen wel meerdere tegelijk zijn. Ja, ik denk dat er meerdere tegelijk zijn. Nou, moeten wij weer gaan snipen? Het staat nu 1-1. Dus, Ik ben benieuwd. Waarschijnlijk gaan wij winnen omdat wij het eerste rondje hadden gewonnen. En het waarschijnlijk de hele tijd om en om gaat. Ik ben benieuwd of ik nou net zo goed doe. Oké, jij schoot ze net alle 3, dus ja, let's go. Oké, gewoon meteen. Pas op, hè. Hier kan hier ook weer eraf vallen. Oh, echt? Boop. Quickscope that shit. Daar staat hij met een kopje. Hij loopt de verkeerde kant op. Wie? Hij? Er is iemand al op de tweede etage, hè? Ja, nog niet doorgerend, hoor. Nee, volgens mij niet. Maar er is volgens mij ook nog iemand bij het begin. Ja. Grappig dat hij een vrouwtje is ook. Dan zie je echt een staartje zo. Ja, dat is trouwens die voetjes. Ook, totaal niet grappig. Maar... Oh, nee. Nou, we doen het niet zo goed, jongens. Nee, inderdaad. Komt omdat ik een beetje... Ja, maar we missen alle 3 nog. Ja, maar we missen iemand. Die staat sowieso nog bij de spawn. Nee, ik druk mijn wapen weg. Oh ja, hit. Ja, er is nog iemand op de eerste etage. Yes, got him. Bijna warrior time. Oh, no way. Oh, yes shit, way, baby. Maar er staat ook nog iemand op de tweede etage, dus let op. Oh, hij Kijk. Is 1 hit. Daar is hij. Kom op, lopen jongen. Oh, bijna.
die ene guy is koffer aan het zoeken. Derde etage. Ja. Einde. Nee, daar. Staat hij met zijn voetjes zo. Ik ga hem sneaky snipen via hier. Kijken of dat lukt. Ik ben benieuwd. Nee, weet je waar? Ik laat hem een stukje doorlopen. Want ik wil eigenlijk wel een keer dat die gast het einde haalt. Nee, daar kloezen we. Oh ja, klopt. Dat te kijken, maar ik zie hem niet, hoor. Nee, nou rent hij weer. Zie je dat kleine roze koppie? Nee, waar? Welke etage? Derde etage, recht vooruit. Nee, drie. Rechts pijlenbord. Edelstof? Oh, ja, okay. Hij zit er nou nog steeds achter. Je ziet die voetjes zie je ook helemaal niet eens bij deze. Ja, daar rent hij. Oh, dat is lollig. Je moet uitscopen en dan gaan lopen. Dat is echt fucking grappig. Of in ieder geval naar de zijkant lopen. Ja, dat ziet er echt heel spastisch uit. Oké, waar komt hij nu dan? Ja, daarboven nog. Linksboven. En dat is de ene laatste etage. Want daarna moet hij helemaal doorlopen tot daar. Ja, daar. Die etage hoger. Komt hij aan. Oh, hij is daar al. Kom op, jongen. Rennen! Rennen! Turret! Nu! Ah, ik schiet al. Schiet op die... Oh, maat. Hoe vaak hebben we hem gehit? Al reloaden. Ja, dat heb je hier ook nog. Waar zit hij? Je moet ook opletten, hè. Soms heb je van die mensen die niet helemaal recht lopen. En ik zie jou dat dadelijk wel doen, dat jij gewoon van die dingen af... Volgens mij heb ik hem nou net twee keer geraakt. Jongen, ik kan hem nou headshot geven volgens mij. Ja, ik ook, maar... Oh nee! Maat, als hij dat stuk... als hij dit stukje haalt, dan kan hij zijn wapentjes pakken, hè. Ja, dan kan hij door dat gleufje daar... We schieten hem hier. Oh shit, daar rent al. Oh, maar door jou was ik afgeleid. Nou liggen er allemaal wapens, hè. Dus pas op. Ja, hij gaat door dat gleufje heen schieten. Als het goed is. Of hij rent weer naar beneden. Dat zou echt fucking dom zijn als je dat doet. Dat gaat hij toch niet doen. Ik hoop het niet, man. Ja, weet je wat? Laat hem maar lekker doen wat hij wil. Ik wacht het wel. Oh ja, hij stond voor het gleufje. Waarschijnlijk heeft hij niet eens door wat hij moet doen. Nee. Die gast die denkt zo, joh, ik spring hier wel even naar beneden. Hier, zie je? Wat springt hij naar beneden? Oh, wow. Hij heeft grenade launcher! Vanaf waar schiet hij? Oh, vanaf het randje. Ah, nee, hij schiet hem met Q omheen, weet je wel. Ja, fuck! Hij heeft mij gekild! Ja, maar nou kan ik kijken waar hij staat. Ja, daar heb je verder eigenlijk helemaal niks aan, maar... Oh, ik hitte hem. Wel. Maat, hij gaat deze winnen! Nee, jongen. Serieus? Kijk hoe dichtbij hij... Oh, kill die vent. Ik zie hem niet meer, hij is verplaatst. Kill die man! Wacht, ik ga even kijken waar die zit. Kan ik niet kijken waar die zit? Nee, ik kan niet kijken waar die zit. Het is balen, man. Oh. Pas op! Ik ben ingescoopt, ik zie niet wat ik doe. Oh, hij heeft zelfmoord gepleegd! Ja! What the fuck doet hij? Ik hitte hem 1 of 2 keer, man. Wat doet hij? Hij had gewoon kunnen winnen, die gek. Oh, hij praat in game. Ik wou draaien, maar mijn poppetje wou niet draaien. Helaas. Ja, soms heb je dat de poppetjes hier echt heel raar bewegen. Vooral als je valt. Ja. Dat is heel gek op dit spel. Maar we gaan wel lekker dukje spelen. Ja, maar wij hebben nou wel voordeel, want we... Ja, trouwens, we hebben sowieso voordeel. Ja, nou hebben we twee rondes gewonnen. Als we nou gewoon doorlopen... Waar zijn al die explosies? Hoor je explosies? Ja, net wel, maar... Oh, ik zie op de map zie ik ook grenade launchers liggen nu. Of zijn het shotguns allemaal? Handgeweertjes zie ik. Pas op, hè. Niet eraf vallen hier. Niemand aimt... Auw! Toch wel! Kijk, padam, padam, padam. Staan. Sneaky lopen nu. Uh-oh. Oh shit, ze kunnen je door het hout heen hitten. Nee, als ik dat wist. Ja, dat is serieus. Dit is smerig, man. Ze kunnen je door het hout heen hitten. Ik ben nu 2 kracht... Oh, fuck. Gelukkig dat het bord er staat, want anders was ik dood. Echt? Echt, ja, serieus. Ik was bijna afgegaan.
Ja, hier moet ik nu omhoog klimmen, ze schieten me sowieso kapot hier. Niet? Jo, rennen. Rennen. Fuck! Ben je dood? Ja. Waar blijft mijn teammate? Ja, die zit te hiden, die vent. Kom op, of ik steek je neer. Hey, kom op. Ja, oh, hij wordt gehit. Ah! Au, ik ook. Hey, ligt geld voor mij. Au, ik ook. Hey, kijk, ik zie daar geld liggen. Nee. Zelfs kijken. Die vent kan ons geld oppakken. Oh, monies. Ik heb zo'n gevoel dat deze vent het gaat halen, man. Nee, ik denk het niet. Hij hoeft nog maar één keer gehit te horen. Ja, maar dan had die gast net... Hield hij nou? Nee, maat! Hield hij nou? Hij hield! Dat hadden we moeten weten! Wat is dit voor bedrog? Dat kan niet, man. Is dat zijn... Is dat wel zijn... Ja, dat is zijn held. Maat, dat meen je niet. Daarom zaten die mensen elke keer zo lang te wachten. Hier, kijk, hij wordt gehit, nou gaat hij healen en dan rent hij daar ook weer door. Je hield altijd tot de helft van je levens. Oh, maat, als we dat hadden geweten, hè? Ja. Ja, maar we hebben dadelijk als het goed is nog een round, hè? Of in ieder geval... Ja, als hij deze loost, wel. Ah, ja. Oké, maar ik... Kijk hoe hij ligt, man, hela. Yo. Matrix, jongen. Fucking lijp. Continue. Ik zeg continue. Zeg continue. Ik zeg hacky. Zeg hacky. Oh, wat slecht. Zijn we klaar of... Nee, je moet als goed is nog 2 rounds. Best of 3. Oké. Ja, maar we hebben toch al 2. Dus als we deze winnen... Nee, ik bedoel degene die de eerste 3 rondes wint. Dus als wij deze hebben, dan hebben we de game. Dus dan kunnen we nog niet eigenlijk terugvechten tegen hun. Dus eigenlijk willen wij losen. Nou nee, want dan moeten we waarschijnlijk daarna nog een rondje. Ja, daarom. Maar je moet in de gaten houden, je kan ze door het hout heen schieten, hè? Dat ga ik nu doen. Yo, ik heb daar ook al een keer gehit. Die knol volgens mij ook al een paar keer. Oh, ik moet even wat ammo hier gaan oppakken. Hop, hop. Paardje in galop, hop, hop. Hey! Oh, ik had er weer eentje gehit volgens mij. Hop. Hij rent heel toch gewoon in één lijn door, jongen. Ja, dat is toch gunstig voor ons. Nee, jongen, want ik mis al mijn shots. Daar staat hij. Oh, eentje dood. Nog één dood, of niet? Nee. Nee, waar deze buis. Heen? Oh, ja! Lekker, man. Assistje. Waar is die laatste vent? Aan de rechterkant ergens, volgens mij. Ik weet het. Oh, daar is hij. Waar? Daar achter de hout. Dat is een pak. Dit is ook gewoon een vrouwke. Oh fuck, ben echt scheef. Wat doet hij? Hij flikkert eraf. Lekker man. Kijk hoe hij zit. Hey, ik sta gewoon op. Oh, ik krijg hier gewoon 16k voor. Ik viel naar beneden en ik sta gewoon op uit mijn plas bloed. Ja, ik ook. Bazen! Oh, wij hebben geen winning toast. Nou, ik like hem wel hoor. Ja, ik ook. Ik vond deze echt vet. En mensen, vergeet het videootje ook niet te liken als je hem leuk vond. Abonneer voor meer. En dan zien we jullie hem de volgende keer weer, hè. Yo. Later.